Middelen die donkere vlekken in het gezicht verminderen. Je kunt verschillende natuurlijke middelen gebruiken om je huid egaler te maken, oneffenheden te verwijderen en donkere vlekken in het gezicht te verminderen. 1. Gewone yoghurt en komkommer. Door het melkzuur uit yoghurt te combineren met de vitamine E en het water uit komkommers, kreeg je een heerlijke natuurlijke crème. Deze crème is geweldig om donkere vlekken te verminderen en je huid te revitaliseren. Deze voedingsstoffen helpen namelijk om het viezigheid dat zich opstapelt in je poriën te verwijderen. En door de bloedsomloop te bevorderen, zorgen ze er ook voor dat er meer zuurstof en voedingsstoffen bij je huidcellen terecht kunnen komen. Ingrediënten: 5 eetlepels gewone yoghurt, 3 eetlepels komkommersap. Instructies: doe de yoghurt in een bakje en meng het met het komkommersap tot je een gelijkmatig mengsel hebt. Toepassing: verdeel dit mengsel over je hele gezicht. Schenk vooral aandacht aan de delen waar je last hebt van donkere vlekjes. Laat het 30 minuten zijn werk doen en spoel het dan af met water. Herhaal deze behandeling minstens 3 keer per week. 2. Bananen en citroen. Banaan en citroensap voorzien je huid van belangrijke antioxidanten en vochtinbrengen bestanddelen die helpen om je huid te regenereren. De blekende werking helpt om donkere vlekken in het gezicht te verminderen en ervoor te zorgen dat je huid er egaler en gezonder uitziet. Ingrediënten: 1 rijpe banaan, het sap van 1 citroen. Instructies: pak de banaan en meng het met het citroensap. Toepassing: verdeel het masker over je hele gezicht en laat dit ongeveer 20 tot 30 minuten zijn werk doen. Spoel vervolgens af met warm water. Herhaal deze behandeling 3 keer per week. 3. Gerst. Gerstkorrels bevatten antioxidanten, natuurlijke vezels, vitamines en mineralen. Deze helpen om je huid te regenereren en vroegtijdige huidveroudering te voorkomen. Daarnaast kunnen gerstkorrels gebruikt worden als alternatief voor conventionele exfolianten. Dit komt doordat ze in staat zijn om dode huidcellen te verwijderen. Ingrediënten: 1 kop water, 3 eetlepels gerstkorrels. Instructies: breng het kopje water aan de kook. Voeg zodra het kookt de gerstkorrels eraan toe. Laat de korrels ongeveer 45 minuten weken en giet het water dan door de zeef. Zet het water aan de kant en prak de korrels fijn. Toepassing: gebruik de geprakte gerstkorrels om je huid tussen de 3 en 5 minuten mee te masseren. Gebruik vervolgens het water om je gezicht mee te wassen. Herhaal deze behandeling minstens 3 keer per week. 4. Radijs, wortel en citroen. Vanwege de rijke samenstelling en de antioxidanten en essentiële mineralen die radijswortel bevat, kan het uitstekend uitwendig worden gebruikt om rimpels te verminderen. Wij raden aan om het te combineren met een beetje citroensap. Dit zorgt ervoor dat de blekende en zuiverende werking nog krachtiger wordt. Ingrediënten: 1/2 radijswortel, het sap van een halve citroen. Instructies: rasp de radijswortel en meng het met het citroensap. Toepassing: wrijf dit middel over je rimpels en laat het 20 minuten zijn werk doen. Spoel het dan af met warm water. Gebruik het iedere avond. 5. Weegbree. Tegenmaat van weegbree bevat zeer krachtige antioxidanten. Nadat je de thee op je gezicht hebt aangebracht, helpen deze antioxidanten om donkere vlekken, rimpels en andere onzuiverheden te verminderen. Ingrediënten: 1 kop water, 2 eetlepels weegbree. Instructies: breng het water aan de kook en voeg de weegbree eraan toe. Doe een deksel op de pan en laat de weegbree 20 minuten trekken. Giet het water dan door de zeef over in een spuitfles. Toepassing: spuit de donkere vlekken in je gezicht 2 keer per dag in met deze thee. Doe dit iedere dag. Onthoud dat het naast het gebruiken van deze middelen ook belangrijk is om je gezicht iedere dag in te smeren met een crème die je huid tevens beschermt tegen UV-stralen. Dit helpt om de negatieve gevolgen die UV-stralen hebben tegen te gaan en is bovendien van essentieel belang om huidproblemen te voorkomen.